op een onopvallende plek. Tussen de Achterzeedijk en de Oude Maas in Barendrecht bevindt zich sinds 1966 een bijzondere polder. Deze 10 hectare grote polder ligt 10 meter onder de zeespiegel en is daarmee de diepste polder van Nederland. Hij is speciaal aangelegd om er gigantisch grote betonnen tunneldelen in te bouwen en is dus een enorm bouwdok. De eerste tunnel die erin gebouwd werd, was de ernaast gelegen Heinenoordtunnel. Na het onder water zetten van de polder en het doorbreken van de dijk werd ballastwater uit de grote betonnen dozen gepompt, waardoor ze gingen drijven. Zo konden ze versleept worden naar de plek waar de tunnel moest komen. De tunneldelen werden achter elkaar afgezonken tot een aaneensluitende ketting, waarna de waterdichte schotten verwijderd werden en er zo een tunnel ontstond. In Nederland zijn veel plekken waar dit een goede bouwmethode is voor het maken van een rivierkruising. De scheepvaart heeft dan weinig hinder van de aanleg van de tunnel. Daarom volgden er meer tunnels die in Barendrecht gebouwd werden. Zoals de Drechttunnel, de Kiltunnel, de Willemspoortunnel, de Noordtunnel, de Wijkertunnel, de Tweede Beneluxtunnel en de Tweede Koentunnel. En ongetwijfeld zal dat lijstje nog wel langer worden. Want vanaf deze plek kunnen de enorme betonnen dozen via de rivieren en de Noordzee naar een groot deel van Nederland versleept worden. Een belangrijke mijlpaal op de laatste dag van januari voor de Tweede Koentunnel. Met een draai aan een enorme kraan werd het begin gemaakt met het onder water zetten van het bouwdok in Barendrecht. Daar is de nieuwe Koentunnel opgebouwd in 4 delen. Uit 2 pijpleidingen die over de dijk liggen komt het water vanuit de Oude Maas. De 4 tunnelelementen zijn zeg maar in het droge gebouwd. Dus dat betekent dat hier een soort polder is gecreëerd en Barendrecht, bouwdok Barendrecht, zijn inmiddels al 8 tunnels gemaakt. Maar in het droge zijn deze tunnelelementen gemaakt. Ze zijn nu klaar. Een jaar lang zijn deze 178 meter lange tunnelelementen in elkaar gezet. En nu wordt er water toegelaten, zodat ze straks gaan drijven en klaargemaakt voor transport. Het transport van de 4 tunneldelen van de Tweede Koentunnel start half maart 2011. Over de Oude Maas, Maas, Nieuwe Waterweg, Noordzee, Noordersluis in de Muiden en het Noordzeekanaal komen de elementen na 51 uur varen aan in Amsterdam.